ouderlijk. Vind jij dat niet aantrekkelijk? Ja, dat wel. Dat er wel. Ik net in een ongerichte stemming begon te komen. Dus jij vond het wel wat. Word nou niet boos. Ik ben niet boos. Ik ga kapot. Ik ben als een rietje, terwijl ik in mijn borst een orkaan voel opkomen. Ik ben niet boos, ik ben bang. Jij vond het wel lekker. Is meneer in je geweest? Ik vraag je wat, slet. Ben je in haar geweest? Bijna. Oh, bijna. Niet eens helemaal, niet eens eventjes. Wat hebben jullie daar dan gedaan? Godverdomme. Heb jij ook gegeld aan die slungel, aan die hapsnot, aan die onvolgroeide druif? Ik hem niet zo. Mijn god, die jongen doet je werkelijk wat. Wees eens eerlijk, wil je hem of niet? Kwetst dat je? Nee. Wat kwetst je? Nee, ik voel hem niet. Maar er is toch niks gebeurd? Ik bedoel, hij kan toch... Oh, gaan. Dan ga je nog verontschuldigen ook. En straks ga je me nog aaien. Troosten. Ga maar weer naar huis. Sorry, trek die broek maar weer aan. We hebben geprobeerd. Ja, spijt mij ook. Ja. Edda? Ja? Ik had niet gedacht dat je echt... Dat ik het echt zou doen. Nee, dat je het echt lekker zou vinden. Ja, man, dat is zo inderdaad. Ik... Wat? Dan ga ik maar. Ja, tot ziens. Nee, Eddie blijft. Eddie blijft? Waarom? Hij maakt je gek van jaloezie. Waarom zou je jezelf nog langer kwellen? Ik ben niet jaloers. Het is iets veel ergers. Er hangt een dondervolk boven ons en het enige wat ik voel is een miezerig regentje. Jullie gaan het nog eens proberen. Ja, het lukt er nog niet eens. Dan ga je eieren koken! We krijgen de muis vanuit zo'n holletje. Ja, onder normale omstandigheden. Ja, dat zijn ook normale omstandigheden. Je eet te weinig eieren. Heb jij vandaag nog eieren gegeten? Een gezonde Hollands jongen eet dagelijks zijn eieren, Eddie. Edda? Ik ga hem al. Jij lijkt helemaal niet op een toneelspeler. Vind jij dat een toneelspeler op iemand moet lijken dan? Waarschijnlijk heb jij gewoon geen talent. Nee, dat zei ik toch al. Ik ben er maar zo'n beetje ingerold en of dat dan verder wat wordt. Ik heb al van alles gedaan in mijn leven, maar niks heeft zich echt doorgezet. En dan steeds op het later beslissende momenten blijken te zijn, dan dient zich weer iets nieuws aan. Hou jij jezelf niet een heel klein beetje voor de gek? Ja, dat kan zijn. Doe je er wel eens wat voor? Waarvoor? Om van het leven iets te maken! Nou ja, wel op wat later beslissende momenten in mijn leven blijken te zijn. Dus die beslissende momenten die creëer je zelf als het ware? Ja, als het ware wel, ja. Ik snap helemaal niets van jou. Nee, ik eigenlijk ook niet. En in de liefde nog speciale gevoeligheid is? Wat bedoel je? Ik bedoel, hebben er zich in de liefde al beslissende momenten voorgedaan? Jawel. Maar daar wil ik het liever niet over hebben. Nee, wisselende contacten zeker. Ja, het valt niet mee om de waarheid te vinden. Niemand te vinden waar je echt van op aangaat. Trouw, werkelijke trouw, dat is iets heel zeldzaams. Zoiets als ik met Edda heb. Die liggen niet voor het oprapen. Maar je hebt geluk vandaag, je mag er van meesnoepen. Misschien is dit wel een van die beslissende momenten in je leven. Weet je, ik vind uw vrouw wel leuk. Ja, je bent al een beetje verliefd, prima. Dat is een leuke mama, vind je niet? Heb jij zelf ook een mama? Die leeft niet meer. Nou, vanavond is Edda jouw mama. Maar vergeet niet, het is maar een tijdelijke zaak. Je eet er dadelijk braaf je eitjes op, je levert je kwakje in en daarna vlieg jij eruit. Oh, toch niet letterlijk, hoop ik. Nou, lijkt me geen slecht einde voor een pletterend mooie zweefduik. Weet je, lijkt me al een hele tijd iets op de lippen, Eddie. Ondanks de schijn van openheid die ik met Edda heb, valt er met haar moeilijk over te praten. Kom eens zitten. Spijt me van daarnet. Natuurlijk was ik jaloers. En het is niet alleen gekrenkte eer. Het gaat om heel intieme gevoelens die je vertrouwen aan elkaar prijsgeeft. En die in zo'n geval als dat jij met haar in de badkamer, plotseling aan flarden werden gescheurd. Alsof mijn meest intieme gevoelens plotseling aan een openbare waslijn werden gehangen. Maar dat is nog niet alles. Natuurlijk werd ik ook boos dat jij haar nam. Althans, jij ondernam daar toch een poging toe. En Edda is een vrouw, dus mijn vrouw. Waarin ik op dat moment ook zin had en die mij altijd ter wille is, mij altijd ter beschikking staat. En aan wie ik ook altijd alle diensten verleen die haar grillig gemoed maar verlangt. Ja, lach jij maar. Maar dat contract van onze liefdesrelatie, ons vertrouwen, werd toen jij met haar in de badkamer was, op ruwe wijze verbroken. Ik was vrijwillig weliswaar buitengesloten overgeleverd aan al deze gevoelens en overwegingen. Maar
belangrijkste heb ik nog steeds niet gezegd. Omdat de gevoeligheid van al deze aspecten bijna ongevoeld blijft bij een andere reusachtig grote pijn. Hier, voel je? Mijn hele lichaam trilt nog na. Weet je, Eddie, waarvan ik mij tijdens jullie verblijf in de badkamer pijnlijk bewust werd? Ik,